eerste. Ik hoor vaak dat Asians vaak lelijk worden genoemd, tenminste vroeger. Ja, vaak dat we klein geschapen zijn. Dat ik soms wel word vergeleken met, nou ja, de geisha's, terwijl dat niet eens Chinees is. Onderdanig, zeg maar. Dus heel onderdanig. Vrouwelijker misschien. Ja, in ieder geval niet als een echte stoere man. Ik ben Piet en ik ben een banaan. Geel van buiten en wit van binnen. Ik ben net als jij. Ik tinder, date, loop blauwtjes, word verliefd. Maar voor een banaan als ik gelden andere regels in de liefde. Ik sta namelijk tussen twee vaak botsende culturen in. De Chinese van mijn ouders en de Nederlandse waarin ik ben opgegroeid. Hoe speelt dit een rol in mijn leven? Dat ga ik uitzoeken, samen met een paar andere bananen. Heb jij een idee van hoe jij in de markt ligt? Ja, maar daarmee... In ieder geval in de westerse markt dan, in datingmarkt zou ik zeggen. In ieder geval in het beeld van wat er in het westen bestaat, ben ik bijvoorbeeld lang voor een Aziat. Dus dan, nu bijvoorbeeld als ik een datingprofiel zal hebben, zet ik mijn lengte erbij, gek genoeg. Omdat ik weet dat, niet een unique selling point, maar ik ben het gemiddelde van een Nederlandse man. Een witte Nederlandse man bijvoorbeeld. Ik kom uit Amsterdam, 1,83 meter lang. Geen spelfouten maken, anders denken ze dat ik niet Nederlands ben. Ik ben een Brabant. Moet ik mijn geboorteplaats erbij zetten? Wat als ze denken dat ik uit China kom? Moet er een grapje in? Anders denken ze dat ik zo'n Chinees ben. Deze is te lelijk. Niks Aziatisch natuurlijk. Hier moet misschien een filter over. Maar niet te bleek, anders denken ze dat ik wit wil zijn. Zie ik er hier breed genoeg uit? Deze foto heeft nog nooit gewerkt. Ik heb hier spleetogen. Mijn bloedeigenouders hebben bepaalde verwachtingen. Maar op de datingmarkt in Nederland worden weer hele andere eisen gesteld. Want hoe Nederlands een banaan als ik zich ook voelt, ik moet altijd nadenken hoe men mij ziet of plaatst. Het overkomt iedereen die buiten de norm valt. Iedereen is te zwaar, te licht, te klein, te oud, te kalend. Bij mij komt er ook nog een andere factor bij. Ik zie er Chinees uit en dat wordt niet altijd aantrekkelijk gevonden. Hoe navigeer je eigenlijk door een zee van potentiële dates als je zelf eigenlijk niet eens aan de huidige normen voldoet? Het beeld wat mensen van Oost-Aziaten hebben pakt soms nadelig uit. Hallo. Ja. Maar soms ook in ons voordeel. Zoals bij Kelly. Zij is een geadopteerde Zeeuw en kent de Chinese regels van de ouders niet, maar die van de buitenwereld des te meer. En zij heeft een heel eigen manier gevonden om daarmee om te gaan. Maar wat ga je vandaag doen? Ik geef vandaag een soort van grappige cursus. Het is meer een open gesprek met drie Aziatische vrouwen. Ja. Ik ben heel lang een sekstelefoniste geweest en ik doe daar nu presentaties over geven. Ik heb eigenlijk een beetje ontdekt dat op de telefoon dat je eigenlijk... Nou ja, er zijn niet echt Aziatische vrouwen of die een beetje dat zogenaamde yellow fever uitbuiten eigenlijk. Ja. Toen ik daar kwam, zeg maar, was het toch een soort van gat in de markt. Wat is yellow fever? Kun je dat uitleggen? Dat zijn westerse mannen die echt specifiek op Aziatische vrouwen geiden. Ja, maar ik bedoel, vind ik het persoonlijk heel vervelend. Maar als ik er geld aan kan verdienen, dan is het wel handig. En het is ook wel een gek fenomeen. Dus het is ook wel een beetje belachelijk en een beetje absurd. Waarom is het gek? Ja, je wordt een beetje in een hokje geplaatst waar ik me absoluut niet in thuis voel. Ik heb vaak het idee dat mannen die op Aziatische vrouwen vallen, het idee hebben dat Chinese of Aziatische vrouwen onderdanig, liever, vrouwelijker zijn. Nou, dat hebben ze mij nog niet ontmoet, want het gaat helemaal verkeerd. Dat voldoet niet aan hun verwachtingen. Ja, ik kan gewoon voorstellen dat ik bijvoorbeeld... Ik zou er verdrietig van worden. Of in ieder geval me niet gezien voelen of zo. Dat,
ik zal hier nooit het mooiste meisje zijn. Als ik hier gewoon... stel, ik zou echt de meest knappe Aziatische vrouw zijn... zal ik alsnog altijd een type zijn. Als in een niche of zo. Een niche, ja. Een fetish, een... Ja, ja. Ja. Altijd een niche en nooit de mooiste. Oeh, er zijn mensen. Ik vind het helemaal spannend. Ik begrijp haar als geen ander. Hoi, helemaal naar boven komen. Want mensen beoordelen je eerst op je uiterlijk, zoals vaak met daten gaat. En dan ontdek je dat je wel aantrekkelijk gevonden kan worden, maar dat de ander je karaktertrekken geeft die helemaal niet bij je passen. Ik ben verschrikkelijk nieuwsgierig naar de ervaringen van Kelly's cursisten. Hoe gaan zij daarmee om? Nou, leuk dat jullie er zijn. Nou, ik ga het vandaag over mijn oude baan hebben. Ik ben 5 jaar lang sekstelefoniste geweest, zeg maar. En ik gebruikte mijn Aziatheid eigenlijk heel erg om daar geld aan te verdienen. Dat misbruikte ik een beetje, zeg maar. Zou je ook misschien voor kunnen doen hoe je dat dan deed, zo'n type... Ja, zeker. Het is nog een beetje... We doen alsof ik aan de telefoon zit? Ja. Hallo, met Jeroen, Kyoko, ben je er? Ja, ik ben hier, Olivia. Hoe is het met jou vanavond? Oh, wow. Wow, yo. Ja, niet zo goed, man. Ik mis je wel. Nou, schat. Heb je een leuke dag gehad vandaag? Ja, eigenlijk een beetje een kutdag, maar... Ja. Wat is er gebeurd, liefje? Ja, zware dag op werk. Ik mis je gewoon heel erg. Zal ik dan maar gewoon lekker naast je komen liggen, lieverd? Ja. Oh, het is echt heel confronterend ook. Wow, man. Heavy. Maar kon je niet Marianne zijn in plaats van Kyoko? Ja, maar er waren heel veel Mariannes aan de lijn. Maar er waren geen leuke, gezellige, Aziatische, schattige vrouwen. En ik dacht, er moet hier wel een markt zijn. Nou ja, ik weet niet, hoe is dat bij jullie als jullie op Tinder zitten bijvoorbeeld? Maar ik heb wel één keer dat ik op date was met iemand die gelijk zei van... Oh, ik heb er altijd al van gedroomd om met een Japanse vrouw te trouwen. Oh, mijn God. Ja, ik vind altijd met de term yellow fever, dat vind ik sowieso een beetje moeilijk. Want iedereen heeft denk ik wel voorkeuren voor iemand, weet je wel. Je hebt een type. Bijvoorbeeld, ik val mensen met bruin haar, zeg maar wat. En dat heeft dan niet zo'n culturele stempel, dus... Ik vind dat ook wel heel lastig of zo. Waar is de voorkeur van iemand en vindt iemand dat aantrekkelijk? En wanneer is het dat je echt gewoon gegeneraliseerd wordt en als een seksobject wordt gezien? Ja, ik word daar heel naar van als ik het gevoel heb dat zodra het een fetish is, zeg maar, als ik het gevoel heb dat iemand alleen maar met Oost-Aziatische vrouwen deed omdat ze Oost-Aziatisch zijn, dan haak ik heel snel af. Maar dat kan je natuurlijk van tevoren nooit echt weten. Dus ja, dat merk je dan mee, langzamerhand, zeg maar. Ik heb vroeger heel lang geleden wel eens met jongens gedate. Dan kwam het wel vaker voor, omdat bekend staat dat Chinese meisjes dan strakke kutjes hebben. Dus toen heb ik wel eens gehoord dat een jongen zei van zoiets als... en ik heb nog nooit een... Chinees meisje gehad, maar ja, het wordt dus tijd voor zo'n strak kutje. En daar keek ik wel even van op. En als jij in de spiegel kijkt, wat zie jij dan? Dan zie ik een Oost-Aziatisch man, natuurlijk. Ik had vroeger wel echt moeite mee gehad om niet om in de spiegel te kijken als in kijk wat zie ik daar, maar meer het idee dat ik weet als ik in de spiegel kijk dat ik er niet uitzie zoals de ik veel fotomodellen of de helden op tv bijvoorbeeld en in films. Dat, Speelt schaamte daarbij ook een rol? Als mensen een soort van hint dat er een soort van ranking is wat zij aantrekkelijk vinden. En als je dat dan moet ranken met etniciteit of zo, en dat de Oost-Aziatische man daar vrij laag op staat, dan schaam ik me wel voor mijn uiterlijk, inderdaad. Want dan denk ik, ja, dat is echt iets waar ik niks aan kan doen. Ik kan niet op een workshop of training om minder
Oost-Aziatisch zijn. Dat is het eerste wat mensen zien natuurlijk ook op een datingprofiel. Op de middelbare school, toen merkte ik wel heel erg van... oh, ik ben echt niet gewild en aantrekkelijk voor de jongens uit mijn klas. Want die vallen niet op meisjes die eruit zien zoals ik. Dat heeft me denk ik wel best onzeker gemaakt. I can't blame them, want onze media, we leven in Nederland en de media is gedomineerd door, niet-Chinezen in ieder geval. Maar ik ben gewoon dan gegroeid als persoon zelf en zelfverzekerder geworden. En ik hoef die bevestiging niet meer van die mensen die mij, waarvan ik dacht, ze vinden mij niet leuk of iets. Dat hoeft niet meer van mij. Je helemaal lekker voelen in je eigen Oost-Aziatische vel klinkt fantastisch. Maar hoe overwin je je schaamte? Wie dat overduidelijk heeft gedaan, is fotomodel Chuy. Wat is zijn geheim? Hey. Goed je te ontmoeten. Ja, zeker. Hetzelfde. Ja. Word je vaak gevraagd als de Aziat? Ja, het is een vraag inderdaad van ja, we hebben een Aziat nodig. We hebben iemand van Arabische afkomst nodig. En we hebben iemand met een blanke achtergrond nodig. Ja. En dan word ik daar dan uitgekozen als Aziat. Ja. Ja. Ja, heel veel hokjes denken in de branche wel. Ben je ook wel eens onzeker geweest over je Oost-Aziatische uiterlijk? Ja, dat durf ik gewoon te zeggen. Ja, zeker. Vooral in het begin. In het begin van wat? Ja, in het begin van mijn jeugd. Toen ik 13 was of zo. Basisschool. Toen werden we ook wel eens uitgescholden. En dan hoor je het woord, dat vind ik altijd zo'n naar woord. Maar spleetoog vind ik heel naar altijd. Een of andere manier raakt het me altijd als het wordt gezegd. Gelukkig hoor ik er niet heel veel meer. Maar op een gegeven moment word je daar harder van. En ik dacht toen van, ja, ik kan of heel erg boos worden en tegen vechten, of ja, kill it with kindness. Dus ik lachte het altijd weg en ik accepteerde het eigenlijk gewoon. Ja. Pijnlijk herkenbaar, want ik lachte vroeger zelf ook altijd al de gepest weg. Ik liet het jarenlang gewoon over me heen komen. Maar hoe is het Chuy dan toch gelukt om wat meer senang met zichzelf te worden? Je bent nog steeds Oost-Aziatisch, dus dat verandert dan niet. Dus wat... Nee, klopt. Je look verandert niet, inderdaad. Je blijft gewoon Oost-Aziatisch, ja. Vietnamees. En wat ik vroeger echt als iets naars vond, heel gek om te zeggen, dat ik Aziatisch was, ja. Heb ik nu iets tos van mij. Want ik ben Aziatisch, ik ben daardoor gewild. En dat geeft me energie. En vroeger was het juist omgekeerd van, ja, ik ben Aziatisch en niemand wilt mij. Dus het is ook een mindset. Het zit allemaal tussen. Ja, klopt. Dat waar je voor schaamde, dat is nu jouw kracht. Mijn kracht, ja, ja. Maar het gaat ook toch om hoe andere mensen jou zien, of niet? Of zie ik dat? Nee, ja, dat vind ik dus. Daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat niet om hoe andere mensen jou bekijken. Maar het gaat erom hoe jij straalt naar anderen. En wat jij brengt naar anderen. En ik denk gewoon, als je gewoon zelfverzekerd bent, dat je daar buiten je cultuur om gewoon ook heel veel kan bereiken. En die onzekerheid eruit halen. En zelfverzekerheid straal je uit, plezier straal je uit, positiviteit straal je uit. Is dat het? Een mindset? Ik vind het vooral mooi klinken. Zelfverzekerdheid uitstralen naar anderen, zoals Chuy zegt. Maar je blaakt niet vanzelf van het zelfvertrouwen. Je hebt skills nodig om tevreden te worden met jezelf. Want niet iedereen ziet eruit als een fitnessmodel. Maar we moeten ons allemaal wel verhouden tot hoe de buitenwereld ons ziet. En ik denk dat iedereen dat in zijn eigen tempo verwerkt. Ik schaam me voor mijn Aziatische uiterlijk. Met de jaren minder, maar ik moet wel zeggen dat bijvoorbeeld mijn spleetogen wanneer ik lach, of ja, dat ik toch wel met make-up ook probeer om ze nog steeds groter te creëren, ook al weet ik dat ik daar eigenlijk al voorbij zou moeten zijn en zou moeten embracen eigenlijk.
Nou, bijvoorbeeld als ik over de Dam loop in Amsterdam. En dan is daar zo'n typerende groep Chinezen bij elkaar. In zo'n windjacket en dan met de camera om hun nek. En dan ja, zo'n afritsbroek aan. En dan loop ik daar toevallig langs. En toevallig misschien met mijn camera ook. En dan ben ik gewoon bang dat de mensen mij vergelijken met die groep. Dat ik daarbij hoor, omdat ik dan ook Aziatisch eruit zie. En dat een groep Aziaten daar bij elkaar staan, dat is dan 1 plus 1 is 2. Dus dan loop ik daar meestal met een boogje omheen. Ja, vroeger nooit mijn ogen, ik vond het altijd gewoon vervelend of zo, op de basisschool en zo. Alleen nu, ik ben gewoon trots erop. You know. Ja. Zij zijn comfortabel met wie ze zijn. Moet ik mezelf ook minder verzetten tegen mijn eigen Aziatische looks? Misschien. Ik vind eigenlijk dat niet alleen mijn zelfverzekerdheid moet stijgen, maar ook de waarde van het Aziat zijn in de westerse wereld. Dat is wat volgens mij Bananen als ik kan helpen bij het krijgen van meer zelfvertrouwen tijdens het daten. Denk je dat het mogelijk is om voor ooit schaamtevrij te kunnen zijn? Ik denk dat ik natuurlijk van mezelf gewoon er meer scheid aan moet hebben. Ja, maar schaamtevrij helemaal. Waar je voor schaamt of trots op bent, wie je wilt zijn of niet zijn, dat wordt niet alleen bepaald door hoe je jezelf ziet, maar ook door de wereld daarbuiten. Een wereld waar je niet altijd mensen ziet die op je lijken en waar de mensen die op je lijken niet worden gezien als begeerlijk. Het is een wereld die soms vervormt en via schermen de veilige cocon van mijn jeugd binnenslopen. Soms wou ik dat ik weer in die thuis zat. Dat ik het hout van de keukenstoel onder me voel, terwijl ik kijk naar mijn moeder die hakt en snijdt en bakt. Zij weet niet dat ik extra op mijn spelling let wanneer ik chat op dating apps, zodat ik niet te buitenlands overkom. Voor haar hier doen de idealen van naar buiten niet toe, is ieder gezicht als die van mij. Buiten die veilige microcosmos van mijn ouders wilde ik nooit geassocieerd worden met mijn Aziat zijn. Dat komt omdat je als tiener eigenlijk steeds beloond wordt wanneer je erbij hoort. En mijn Aziat zijn en de papaus van mijn moeder die ik wel eens meenam naar school, die maakte me juist anders. Ik voelde me trots wanneer anderen zeiden, ik vind je helemaal niet zo Chinees of jij bent niet zoals hen. Maar hier in de keuken met de stoomwolken en het gesis uit pannen, je maakt het niet uit dat mannen met een uiterlijk zoals die van mij niet populair zijn daarbuiten. Of juist wel populair, maar om de verkeerde redenen. Hier is geen hokje of niche. Hier maakt het mijn moeder niet uit of ik gewoon Nederlands spreek of een spelfout maak. Hier kan ik 2 meter zijn of 1,50 meter. Hier is Chinees zijn juist een reden voor trots. Mijn moeder groeide niet op in mijn wereld, maar ze sprak me haar hoop en wensen toe, met hakken, met snijden, met bakken, met voeden. En pas toen ik naar buiten stapte, snapte ik, in de keuken van mijn moeder zijn de Aziaten juist de echte sterren en helden.